Zo, even de benen strekken en in één moeite door een vette bek halen. En dan heb ik het niet over friet of een kroket, maar een echte vette bek. Mensen met een zwakke maag moeten misschien even de andere kant op kijken. Lisbeth, jij hebt het verhaal op de site gezet, hè? Een vette bek halen. Ik loop niet meteen warm hoor, bij het zien van zo'n doorgesneden, wat is het? Varkenskop. Ja. Maar wat is dan precies die vette bek die je haalt? Wat is dat, het eten van het vlees of wat is het? Nou, dat was vroeger zo, als er geslacht werd. Ja. Alles wat verkocht werd en voor de familie was en alles, er waren altijd restjes over of dingen wat mensen zeiden van nou, dat mogen de kinderen wel hebben. Dan kwamen mensen uit de buurt die het niet zo goed hadden of kinderen. En die mochten dan zeg maar de pan uitlikken of wat dingen meenemen die echt over waren. En dan, ja, wat dan leuk was, die kinderen die deden zo hun vingers door die pan heen en die gingen zo dat opeten. Dus dat was eigenlijk het letterlijke vette bek wat er van overgebleven is. Oh ja. Dit is prachtig. Wat je hier ziet is nog precies hoe het bedoeld is. Je gebruikt alles van het varken. Die varkens hebben een goed leven gehad, een bewust leven gehad. Niks van weg. Niks van verloren. En dat is gewoon zonde. Wij eten een carbonaatje wat helemaal wit is. Dit is rood vlees. Dit is prachtig vlees. Je gebruikt de kop. Je maakt er allerlei dingen van. Je maakt er stroopvet van. Waarop het broodje eet de kaantjes. Okay, nou, ik voel me nog heel klein beetje weeg. Maar denkt u nou thuis van nou, dat lijkt mij nou eens heerlijk. Dan is het recept van Lisbeth. En jouw recept is na te lezen op de site Een Wagen Vol Verhalen. Tik gewoon in een vette bek. En dan verschijnt voor u. Nou, het is op papier dan wel. Het is nog niet kant en klaar. Maar we gaan proeven volgens mij, toch? Lekker. Ja. Dit is dus zure zult. Zal ik meteen doorgeven? Moet ik eerst proeven? Proef maar. Ik vind het vol verwachting, klop op hart. Ja, het is lekker. Maar ik blijf het wel een beetje. Ik ben nog een beetje weeg voor. Ik ga ondertussen even uitdelen. Want anders dit is wel de smaak zoals die hoort te zijn, hè? Ja? Ja, dat is echt. Ja, echt super. Stukje. Hoe vinden jullie het? Helemaal goed. Ja? Hadden jullie het wel eens eerder gegeten? Ja?